President Chandrika Prasad Santokhi is vertrokken uit Mexico en is momenteel in New York voor de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Gisteren heeft de president zich voorbereid op de bilaterale gesprekken. Vandaag zal het staatshoofd een receptie bijwonen van de VN-secretaris-generaal Antonio Guterres. Santokhi zal de algemene beschouwing bijwonen met toespraken van onder andere de regeringsleiders van Brazilië en de Verenigde Staten. Op agenda staan ook gesprekken met de VN-topman, regeringsfunctionarissen, de voorzitter van de Algemene Vergadering en een vertegenwoordiger van de Inter-American Ontwikkelingsbank, de IDB. Morgen rond 1 uur zal president Santokhi de 76e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties toespreken. Na de ontmoeting in Mexico met Latijns-Amerikaanse staatshoofden is de toespraak tot de wereldgemeenschap, volgens minister Ramdin, het meest belangrijke moment voor Suriname.